Eerst dacht ik ook management in de zorg, dat is in het ziekenhuis of bij ouderenhuis, maar het is echt veel breder. Ik heb voor management in de zorg gekozen omdat ik eigenlijk altijd al wel iets had met de zorg. En het sprak me heel erg aan. Ik wilde heel graag mensen helpen en ik wist nog niet precies hoe en wat. Omdat ik niet per se aan het bed wilde staan, maar wel graag de dingen achter de schermen wilde regelen. Het is een hele brede opleiding, dus je doet echt hele uiteenlopende projecten. Je krijgt veel verschillende vakken, zoals de bedrijfskundekant. Manager van mensen, hoe je met mensen moet omgaan. En allemaal specifiek gericht op de zorg. Jullie gaan dus spreken met mensen binnen een instelling waar zorg voor mensen met dementie hier. Bij management in de zorg 3 stages en het lijkt mij juist heel leuk om dan een keer 3 hele verschillende dingen te kunnen uitproberen. Bij het gezondheidscentrum deed ik eigenlijk een onderzoekje naar de duurzaamheid van de praktijk en wat hun CO2 footprint. We kunnen ook iemand verantwoordelijk stellen voor de communicatie. En uiteindelijk mocht ik een advies uitbrengen over hoe zij die konden verbeteren. Dan wil je misschien zorgen dat mensen dus ook eerder de vragenlijst aangeven van welke afdeling ben jij. Dat is echt super stom, maar die vergeten mensen vaak. Dus ik ben nu bezig met een stage bij een psychiater die een kliniek heeft geopend voor mensen in transitie. En dat lijkt me heel erg tof om daar mee samen te werken. Ik vind het zelf echt super tof om zoveel met de praktijk ook bezig te zijn. En daarnaast zijn we gewoon bezig als opleiding zijnde om te innoveren in de zorg. Omdat de gezondheidszorg ook voortdurend aan het ontwikkelen is. Je hebt in de zorg natuurlijk heel veel vraagstukken lopen dat in de toekomst voor moeilijkheden gaat zorgen. Bijvoorbeeld personeelstekort en een groeiende zorgvraag. En het is super belangrijk om daar ook in mee te gaan en naar wat er allemaal nog mogelijk is en wat we kunnen betekenen voor de samenleving. Wat ik heel leuk vind aan management in de zorg is eigenlijk dat het me blijft verrassen dat we steeds weer nieuwe dingen doen. Je kan projecten gaan werken of als zorgconsultant. Je kan beleidsadviseur worden of je kan meer de HR op, dus personeelsmanagement. En dat allemaal in hele uiteenlopende zorgorganisaties. Tijdens de opleiding is het eigenlijk nog super breed met welke kant je op kan gaan. Maar je hebt dus zelf die vrijheid en ruimte om te ontdekken wat je zelf wilt. Nou, als je goed bent in communiceren en nieuwsgierig bent en ook de zorg wil verbeteren, net zoals ik, dan zou ik zeker management in de zorg studeren.